zijn vandaag bij Proxima. Dat is een nieuw complex wat we hebben gebouwd op de campus in Groningen. Het heeft 401 kamers die ook in de zomertijd door 401 piekstudenten kunnen worden bewoond. Dus in totaal hebben we hier plek voor 802 studenten. Ze zijn bedoeld in één deel voor 400 internationale studenten die dus nieuw naar Groningen komen en bij ons een jaar komen huren. En ook een tweede bed in een kamer en die is bedoeld voor een piekopvangstudent. En dat is ook een internationale student die op een gegeven moment nog geen kamer heeft gevonden. En dan door hier tijdelijk een paar maanden te wonen, hebben ze meer gelegenheid om te gaan hospiteren of bezichtigen. En kunnen ze makkelijker snel een kamer vinden in de stad. We wilden heel snel hier deze woningen bouwen. Voor permanente woningbouw heb je weer een langer vergunningtraject nodig. En voor tot maximaal 10 jaar kun je eigenlijk met een hele korte procedure heel snel over tot bouw. En deze woningen kunnen hier sowieso 10 jaar staan. En we zouden ook nog kunnen overwegen om dat te verlengen. En wat je ook ziet is dat het niet alleen maar een woon/slaapkamer is. We staan hier in een gemeenschappelijke ruimte, een gemeenschappelijke keuken. Dus de studenten die hier komen wonen, die komen vaak uit het buitenland, kennen niemand. Maar die kunnen hier juist studiegenoten en ook anderen ontmoeten. En hebben ze ook een sociaal leven. Je kunt hier een jaar wonen, kunt hier voor een jaar inschrijven. En van deze plek genieten, van deze stad genieten en je opleiding hier doen. De eerste studenten komen hier aan op 8 augustus, dus over 3 weken. En ons pand helemaal klaar om hen te ontvangen. De internationale studenten in Groningen zijn er behoorlijk veel. En dat is een groep studenten die eigenlijk altijd een kamer nodig is. Die kan niet heen en weer pendelen vanuit hun ouders of van een andere plek. Dus het is super belangrijk dat zij een veilige en goede woonruimte hebben in de stad. Die betaalbaar is en dat ze niet worden opgelicht of iets anders. Dus het is heel belangrijk dat voor deze doelgroep gewoon ook voldoende aanbod is. Zodat zij op een veilige plek kunnen wonen. Nou, je ziet gewoon dat het een hartstikke goed concept is. Het is heel goed doordacht en ook heel goed uitgevoerd. Hè? Dus de ruimtes zien er mooi uit, er zijn verschillende kleuren, de buitenruimte wordt mooi, de ontmoeting is goed geregeld. En volgens mij is het gewoon echt een hele mooie plek om te zijn. We hebben een masterplan voor Zerdinker Campus en daarin stonden deze woningen opgenomen, de 400 tijdelijke woningen. Maar wij willen 1500 tot misschien wel 2000 woningen echt aan de campus toe gaan voegen, zodat ook de Zerdinker Campus een stukje van de ongedeelde stad wordt. Dat je hier kunt wonen, werken, voorzieningen, studeren. Dus wonen hoort er eigenlijk bij.